bij de HEMA gaan werken. Dan moet je bij de HEMA gaan werken. Wie wil er nou bij de HEMA werken? Hallo, het is je favoriete Nederlandse jongeman weer, Kelvin Boema, de enige echte met zijn kop koffie. Mensen, ik ben dusdanig Nederland. Ik gewoon met kaas. Ik gewoon bruin brood met gele kaas. Welcome to my life. Nam 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 nam. Vandaag wil ik even real met jullie zijn. Vandaag wil ik even praten met jullie over iets waar ik eigenlijk altijd al wat me fascineert. Best wel grappig, best wel belangrijk. Nou, het is niet zozeer belangrijk, het is gewoon opvallend. Ja. Juist. Uiteraard is vandaag meneer de Paprika er ook bij. Deze jongen is speciaal overgevlogen vanuit Paprika Land. Jazeker, ik ga hem even een kus geven. Kom een trui, alsjeblieft. Kom een trui of zo. Ha, boef, gewoon boef, man. Het is gewoon boef, man. Valt me op dat er in Nederland, of eigenlijk over de hele wereld, allemaal mensen zijn. Allemaal jongeren, allemaal mensen zoals ik, wel jonger dan dat. En die zeggen, ah, ik wil graag een YouTuber zijn. Met andere woorden, vroeger was het zo dat je als kind zijnde, wou je zanger worden, profvoetballer worden, of je wou brandweerman worden. Tegenwoordig willen kids YouTuber zijn. Het is een beroep, blijkbaar een beroep, en het is een beroep. Beroep. En de reden waarom ik er zo van sta kijken is dat ik het opvallend vind. Het wordt een beetje gezien alsof je op een dag naar YouTube gaat en zegt: YouTube, ik kom hier voor de sollicitatie. Ik wil graag solliciteren als YouTuber. Ik denk dat ik dat kan. Vervolgens krijg je een contract van YouTube. Denk je, je krijgt 4500 euro per maand salaris. Yeah, je hebt een baan bij YouTube. Je bent een YouTuber. Nee, zo werkt het zeg maar niet. Nee. En het leek mij vandaag leuk om een inside view te geven vanuit mijn perspectief. Mensen, je kan het zeggen. Schreeuw het van de daken. Het is ongelofelijk. Maar je weet het niet. Misschien heb je eens job gevallen. Maar ik ben daar een YouTuber. Are you serious? Ik doe niks anders in mijn leven dan dingen voor YouTube. En ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Echt. Oh, wat een hel. Ik leef een hel. Nee, ik vind het op zich wel leuk. Het is gewoon wel lachen. YouTubers zijn is gewoon leuk. Moet je gewoon doen wat je wil. Maar ik weet niet hoe ik dit moet brengen. Het is moeilijk. Ik stop met YouTube. Ik word fulltime kaas eten. Hoppakee. Ja, dit is beter. Wow, wow. Fris kapsel heb ik gezegd. Wow. Kijk, weet je wat het gewoon is met het zijn van een YouTube? Mensen moeten ophouden met denken dat het het grootste feest van de wereld is. En ik ben helemaal niet degene die nu zegt: ah, YouTube is zo zwaar. Ik moet altijd filmpjes midden in de nacht ik dan mijn filmpjes aan de editor. Ik huur gewoon een editor in en die doet het. En dan kan ik lekker pitten. Zo werkt het leven. Zo werkt het leven. Snap je? Ik blij, want ik kan pitten. Iemand anders blij, want ik kan editen voor geld. Zo werkt het. Ik zal jullie een verhaal vertellen over een YouTuber. Nou, echt al lang bezig op YouTube. En ik vind dat ik het over het algemeen iemand die al 6 jaar op YouTube bezig is. 6 jaar zit ik op deze kutwebsite. Ik ben ongeveer 6 jaar bezig. Oké, ik zit al 6 jaar op deze website. Ben ik video's aan het maken. Vind ik leuk. Ik vind het leuk om te doen en dat is fantastisch. Alleen binnen die 6 jaar zijn er ook YouTubers geweest die aan het begin van hun carrière zeg maar zo gingen. Dat waren gewoon grote YouTubers. En dan had je 5000 abonnees. Nou jongen, dat was je groot jongen. Dat is niet normaal. Tegenwoordig is een deel van de YouTubers is verdwenen. Is niks meer. Zijn klaar. Zijn gewoon done. Zijn over. Moeten werken bij de HEMA. Hotdogs verkopen. Wil je met saus zonder saus. Fuck dat. Kelvin, waarom tel je dit verhaal? Probeer je andere mensen negatief daglicht zetten of zo? Nee. Anders had ik wel mensen bij hun naam genoemd. De reden waarom ik dit verhaal aanhaal is dat het zijn van een YouTuber is eigenlijk niks anders dan oprecht overleven. Als je alleen YouTuber, dus je bent alleen bezig met lekker filmpjes maken van jezelf. Lekker zitten voor de camera. Hallo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe shoplog. Hallo. Dat is een hel. Lijkt me echt verschrikkelijk. Gewoon elke dag overleven. Elke dag kijk je naar je abonnees. Elke dag kijk je naar je views en denk je: Oké, vandaag geen unsubs. Fucking nice. Ah, fucking nice. Ja. Yeah. Lijkt me echt verschrikkelijk. Maar je vraagt je oprecht denk ik af. Hey Kelvin, hoezo lijkt het verschrikkelijk om YouTuber te zijn terwijl je zelf ook een YouTuber bent? Waarom doe je het? Oh, dat ligt. What the fuck? Waarom ben je dan in godsnaam YouTuber? Nou, ik zal je uitleggen waarom. Ik ben niet alleen YouTuber. Vrije tijd ben ik ook spion. Geheimagent. Inspector Gadget. Inspector Gadget. Ik ga uitleggen hoe mijn week eruit ziet. 2 uur in de week. Oké, een hele week bestaat uit 168 uur. 2 uur van die 168, dat is 1... 84ste. Wiskundig wonder ben ik, joh. 1/84ste van die week zit ik voor deze camera. Heel weinig, heel weinig. Ik heb een hele week allemaal leuke dingen te doen. Die andere weken, dagen, uren, I don't fucking know. Ik zal even een beeld geven. Aan de ene kant heb ik Calvin. Oké, dat is dit kanaal. Volgens zijn podcast, dat is een ander kanaal. Dat is een soort van ook, dat is ook, nee, kijk ook mensen naar. Hebben we zin ermee? Dat is ook een kanaal. We zijn een bioscoopfilm aan het maken. Dat is ook iets wat op de lange termijn voortleeft. We zijn bezig met het Fiat Festival. Een op zichzelf staand bedrijf, wat ook toekomstvisie heeft, vind ik zelf. Cinemate Studios, ik weet niet of je het weet, maar naast het feit dat ik een huis heb, een hele studio op Amsterdam Noord. Ja, kom ik niet, doe mama! Mijn ego even in de weg, spijt me. We hebben een studio op Amsterdam Noord waarin we daadwerkelijk content produceren. Niet alleen wat ik hier doe, maar ook allerlei andere dingen waar ik jullie niks over ga vertellen, want dan boet je helemaal niks. En dat zou ook raar zijn, want dan zou ik je vertellen wat maken GTSD. Dat doen wij. Goede tijden, slechte tijden.
Komt uit onze studio. Echt waar. Is niet waar. Nee. En daarbovenop doen we nog allerlei dingen waarvoor wij er willen zorgen dat als morgen dit kanaal niet populair is, of zeggen, oh, Kelvin is echt een mogol. Kijk nooit meer zijn video's. Als dat gebeurt, dat ik dan niet bij de HEMA hoef te werken en mensen moet vragen saus op hun borst willen of niet. Wil je saus op je borst? Ik kom steeds meer mensen tegen die zeggen, YouTubers zijn eigen ondernemers. Het zijn niet mensen die zomaar filmpjes maken. Ze zijn ondernemers. Nee. Sommigen wel, niet allemaal. Zo verdienen YouTubers geld. Nou, hoppakee. We gaan het even zien. Word even wakker. 60.000 abonnees. Prima aantal. Mensen die gewoon stoppen met school. Ze denken niet eens, ik maak mijn school even af. Want misschien heb ik dan wel backup plan. Nee hoor, ik stop gewoon. VWO 6 zitten. En dan in één keer een beetje een viral video krijgen omdat ze een leerprank doen die nep is. Ik stop met school. Fuck jullie allemaal. Zo werkt het gewoon niet. Echt dom. Stoppen met school. Als je op YouTube een beetje lekker gaat. Overmorgen komt er een andere jongen die ook een leerprank doet. Maar op zijn overgrootoma. Oh ja, maar dat die gaat. Dat is niet normaal, joh, die gast. Nee, helemaal daar. Zeg maar de website. Hallo, website. Alles goed? YouTube is de kracht. Oké, YouTube heeft de macht. Als iemand bij YouTube vindt dat jij je bek moet houden, dan gebeurt dat. Dat je niet meer hard groeit, dat je niet meer populair bent, dat je niet meer genoeg geld kan verdienen om voor jezelf te zorgen. En dan moet je bij de HEMA gaan werken. Dan moet je bij de HEMA gaan werken. Wie wil er nou bij de HEMA werken? Niemand. Ik zou op zich wel een dag bij de HEMA willen werken. Niemand! Deze lamp gaat fucked up. Fuck jouw lamp. Het is niet briljant. Ik probeer hier helemaal niemand mee te beledigen. Ik probeer hier helemaal niemand persoonlijk op aanvallen. Of probeer een soort van bewustzijn te creëren. Een YouTube kanaal te starten. Om daar video's op te maken. Gewoon wel prima worden bekeken. Genoeg geld per maand kan verdienen. En volgens niks anders te doen. Als ik nu 2 uur in de week hier zou gaan zitten. En voor de rest doe ik niks. Dat zou dom zijn. Dat zou echt stom zijn. Volgend jaar komt er een andere blonde jongen. Of Gio of Ties. Hallo jongens, alles goed? Ik hou van jullie. Gay! What the fuck is er met deze lamp? Ik ben helemaal knettergek. Die gaat op een stoel zitten, die maakt video en ik kijk iedereen naar hem. Komt hij op de voorpagina, komt hij op trending. Altijd, volgens heeft hij meer abonnees dan ik. Maakt me helemaal geen reet uit. Zeg wel, ik huil elke avond in een hoekje. Dat is gewoon hoe het werkt. Hoe hard je ook kan werken, slim je ook kan zijn, verstandig, hoe strategisch je ook ingesteld kan zijn. Uiteindelijk is YouTube degene die beslist. We zetten Kelvin gewoon niet meer op de trendingpagina. En ik vind het prima, want zo hoort het te zijn. Binnen YouTube zijn er tot van 3 categorieën van YouTubers. De eerste categorie, kleine YouTubers, die het gewoon doen voor de lol, die aan de weg aan het timmeren zijn. En dat is prima. Werken daarnaast, gaan daarnaast naar school. Perfect. Do what you wanna do. Deze lamp maak je echt helemaal kapot nu. Kutlamp. Misschien worden ze ooit nog groot. Ongetwijfeld wel. Deel hiervan wordt nieuws. Marije Zuurveld, bijvoorbeeld. Marije, how are you? I like you. Dan heb je de tweede categorie. En dat is YouTubers zoals ik. YouTubers met zeg maar 200.000 abonnees, 300.000 abonnees. Maar die YouTubers die zeg maar nog best wel elke dag moeten zwoegen voor het zijn van een YouTuber. Genoeg geld op te halen. Om zelf zeg maar een appartement in Amsterdam te kunnen betalen. Oh, ik heb in één keer last van mijn schouder, joh. Tyfus! Tyfus! Oh! Tering. Wat gebeurt er, joh? Wie wil even masseren? Iemand? No one? Nobody? Fuck it. Nee, die tweede categorie YouTubers is het grootste gedeelte van de YouTubers. De YouTubers die zeg maar niet een paar ton op hun bank hebben staan. En denken, ach joh, weet je wat, YouTube maakt eigenlijk allemaal niet zoveel voor mij. Ik blijf gewoon YouTube video's maken, ik haal toch wel 100 miljoen views per maand. Prima. Die zijn er bijna niet. De enige mensen die dat zijn, is eigenlijk Rebelkop. En Jelly. En Enzo misschien. I don't fucking know. Zeg maar in die derde categorie zitten hen, zij, hun, het zit daar. En zij chillen daar gewoon. Siepe blijft natuurlijk hard werken, maar zij zijn best wel aan het stekken. Ze hebben gewoon een spaarrekenzak, hoeven niet meer te werken. Fucking geweldig. In de middelste categorie bevinden de meeste grote YouTubers zich. Zeg maar de YouTubers die per maand 4.000 euro verdienen. Of eens een keer 8.000 euro verdienen. Of 2.000 euro verdienen. Wat geld verdienen. Waar hun vaste lasten mee kunnen gedekt worden. En that's it. Binnen die categorie. Volgend jaar in één keer overrompeld wordt door iemand anders. En YouTube vind je niet meer leuk. Dan ben je gewoon een lul. Moet je dan bij de HEMA werken. Niet bij de HEMA. Je moet echt ophouden met die HEMA jokes. Ja. Kijk, en wat volgens daarom YouTubers gaan doen binnen die middenlaag. Brengen een boek uit. Maar ze gaan bepaalde dingen doen aan hun uiterlijk. Waardoor ze er weer mooi uitzien. En weer in de media worden weergezet als. Hey, die bestaat ook nog. Yes, ik ben weer populair. Zo werkt het gewoon in die wereld. Dat was zo in de televisieindustrie en dat is nu zo in YouTube. Er zijn gewoon Betty Brandt. Of dat je een hond moet nemen omdat dat dan goed is voor je views. Of dat je een tatoeage moet nemen en daar een video mee moet maken omdat mensen het raar vinden. Ja, ik ben waarschijnlijk de enige die het snapt. Mijn doel met deze video is eigenlijk men gewoon wat bewuster te maken van het feit dat als je YouTuber bent, dat het niet betekent dat je zorgeloos bent en dat je loden bent voor de rest van je leven. Ik denk dat het grootste gedeelte van de YouTubers 's ochtends wakker wordt en denkt... Fuck. Fuck! Hopelijk heb ik nog genoeg views. Het is prima. Zo hoort het ergens ook te zijn. Maar tegelijkertijd ben je een beetje raar bezig als je niet nadenkt over de toekomst. Als je alleen maar denkt, ik heb een video die is vaak bekeken. En ja, wat ga je dan morgen maken? Hallo, fucking ho! Het is een fantastisch mooi spelletje. Wat ik gewoon probeer te zeggen is dat er allemaal YouTubers gaan komen in de komende jaren die stoppen. Die gaan gewoon kappen. Die zeggen gewoon, weet je wat jongens, het is het voor mij niet meer waard. Ik kan mijn huur niet meer betalen elke maand omdat jullie niet meer genoeg aan mijn video's kijken. Dus helaas. Maar ik weet toch gewoon welke YouTubers in de komende jaren dat weer gaan meemaken. Terwijl ze eigenlijk gewoon eerder hadden moeten stilstaan bij het feit dat je nog zoveel video's per dag kan maken. Nog zoveel views per maand kan halen. Maar als je zeg maar niet 100.000, 100 miljoen views of 50 miljoen views per maand haalt. Dan moet je echt een soort van, je moet een plan hebben. Oh. Dude, what the fuck?
Het laatste wat je wil is dat je straks kinderen hebt. Kun je kinderen niet voederen? Want ja, ik denk alweer aan als ik kinderen heb. Nina zwanger, oké? Dat wil ik eigenlijk zeggen. Nina zwanger. Grapje. Is niet waar. Ja, hallo allemaal. Hallo. Mensen denken nu ongetwijfeld, oké, want dan ben je gefocust op geld. Maar het feit blijft dat als jij wil leven in een wereld en niet dakloos wil zijn, je gewoon een eurotje in je zak moet hebben. Of 2, of 10, zeg maar 1000 om een kind op te laten groeien. Diapers ain't gonna pay themselves, bro. Diapers ain't gonna pay themselves. Kijkers maakt er niks uit. Komen we nieuwe YouTubers, blijven lekker genieten van video's. Hallo. Ik weet dat heel veel van mijn kijkers grote YouTuber willen worden. Maar besef je even dat als je 100.000 abonnees hebt, dat betekent niet dat je gewoon zeg maar backed bent voor je hele leven. Anders was ik nu niet hier. Zat ik wel op de Bahama's of in IJsland. Schijten. Het skeert. Skier. In mijn hand. Skier. Eigenlijk wat ik wil zeggen. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie. Kijk. Wake up, people. Doei. Kus.